En ik heb me geamuseerd. Ja, ik kan natuurlijk niet te veel over de plot vertellen, mag niet. Maar het ziet er wel goed uit voor de virologie. Ja. Genieten naar 2032, hè? Welke graansoort heb je nodig om popcorn te maken? Oh, je hebt zo'n gemakkelijke vraag, jong. Maar kom maar, gemakkelijker als welke maand komt er eerst? Ja, dat zou wel zijn. Er zijn wel 12 maansoorten en wat, er is één graan. Mag ik je voorstellen, de star van vanavond als een rakkerdel. Dobry dien, hello everybody. Speelt wel twee heel extreem uiterste personages. Hoe leuk is dat om van het ene naar het andere te switchen? Ja, ik vind het fantastisch leuk om sowieso te acteren. Dus als je dan in éénzelfde stuk zo echt heel extreme personages mocht uitproberen, is dat gewoon een cadeautje eigenlijk. Ik vind Bianca, ik hou echt van Bianca. Ze is lekker simpel en oh, het is zo fijn om zo gewoon even simpel te zijn. En het leven is helemaal niet moeilijk als je Bianca bent, dus dat is zalig. Ja, en Rococo, ja, dus dat is iets heel apart. Leuk accentje? Ja, wel. Ja, ik moest het ergens vandaan halen. Hè. Je pikt zo wat dingen op en ik zit dan vaak in mijn auto te oefenen. Dobry dien, hello everybody. En dan spreek ik zo de hele tijd naar andere mensen en dan kijk ik of ze reageren. Maar dat is meestal niet. Ik zit in mijn auto en ze horen me niet. Maar. Ik denk dat we een hele goede première gedaan hebben eigenlijk. Ja, het publiek was heel enthousiast en dat is zo altijd afwachten bij première, want dat is eigenlijk het moeilijkste publiek. Dat zijn collega's, vrienden, dus nee, maar ze hebben heel goed gereageerd. Ik ben heel tevreden over de première, ja. Ja, al die open doekjes ook. Zo applaus tijdens de voorstelling, van dat zot eigenlijk. Ja, ja, ja. Heel blij. Ik toch. Ja, ik ook. Ja. Gaf dat zo wat extra stress, toch de echte Van Ranst in de zaal? Goh, ik kende hem al een beetje. Ik heb er al een paar keer dingen mee gedaan qua interview en zo. Dus, en ik vind dat eigenlijk echt wel super sympathiek dat hij komt. Want dat is eigenlijk ook wel een steun voor ons deze dat hij komt kijken. Dat is ook grappiger voor het publiek dat hij erin zit. Dus dat is heel sportief van hem dat hij daar naar komen kijken is. En toch begrijpt dat dat voor te lachen is. Dus nee, heel, heel tof dat hij gekomen is. Ja. Elio, dat snap ik nog. Maar jij! Moet ik ook mijn energiefacturen betalen? Kun ik niet eindigen zoals... Zoals? Wel zoals... Ja, zeg ik maar zoals. Zoals mij, hè? Ik weet niet of dat hij zou strippen, of dat hij dat kan. Maar ik vond het... Ja, ik heb er zelf een beetje... samen met Chris hebben we er zo'n beetje een slug jongetje van gemaakt. Hè. Ik denk, niet dat hij dat... Dat is bij al die figuren hier zo. Hè, die zijn niet echt zo. Maar voor het publiek is dat ergens in een rijke verbeelding... toch iets wat dat zou kunnen. Ik hoor je zeggen strippen voor de mensen die niet weten waarover het gaat. Misschien is een beetje verduidelijken. Ja, want... Mogen we dat zeggen? Dat het een beetje over... Ja, het is een beetje van alles. Maar eigenlijk, ja, Mark Farrans die gaat een film opnemen. We gaan nog niet zeggen welke film. Hè. Ja. Maar de conclusie is dat ik uit de kleren moet. Ja. Er is muziek, er is dans. Ja, er zijn filmpjes. Het is eigenlijk heel moeilijk te zeggen wat dat is. Het is show, filmpjes, komedie. Het is een beetje van... Drama is het zeker niet. Maar het is een beetje van alles. Ik denk voor iedereen wel iets dat daarin zit. Ja.